Shino. En vandaag gaan we Infinite Warfare spelen. En jongens, nog heel even. Nog gewoon heel eventjes. In augustus komt de beta van World War 2. Super ziek. Ik heb er echt heel erg veel zin in. Maar vandaag gaan we dus Infinite Warfare spelen. Ik had gezien dat er weer nieuwe wapens aan toegevoegd waren. En voor de Season Pass holders betekent dat dus dat wij ze gewoon in één keer kunnen gaan gebruiken. Want voor ons zijn ze gratis. En dan hoeven wij natuurlijk geen challenges te voltooien. Dus vandaag speel ik met de nieuwe shotgun die eraan is toegevoegd. Een soort Winchester-achtige shotgun. Die moet je namelijk met een lever hier zo moet je die overhalen en dan kun je gaan schieten. Ik heb er al een potje mee gespeeld. En ik moet je zeggen dat dit weer ook gewoon een flut, een nieuw flutwapen erbij is, jongens. Het is echt oh boy. Het is echt niet normaal, jongen. Dit is, ja, dit killt echt alleen maar met one shot van heel erg dichtbij. Je zou verwachten dat je, als je inzoomt, dat het door dan een soort one shot killwapen is, omdat het dan net zo lijkt op de KSG en natuurlijk de Argus, maar dit ding is gewoon dat dus. Dus we gaan er gewoon vandaag mee spelen, even kijken of we vandaag wel mee kunnen. Dat zou natuurlijk altijd mooi zijn. Hij gooit gewoon dat ding tegen me aan. Dit is echt perfect. Even kijken of we daarmee goed kunnen gaan. En anders ga ik dit ding voor altijd verwijderen uit mijn custom classes. Want dan ga ik hem gewoon niet gebruiken. Punt. Dat is het hem gewoon. Klaar. Basta. Dan is het gewoon klaar. Er zijn ook twee nieuwe snipers aan toegevoegd. Voor zover ik weet. Eén van die snipers is een soort shotgun. Die kun je tokkelen namelijk. En dan is het een soort shotgun. Volgens mij standaard een soort shotgun sniper-achtig is. Dus die gaan we natuurlijk ook een keer uittesten. Alleen niet vandaag. Dus ja. Alleen deze shotgun. De M.2187. Wat natuurlijk ook een heerlijk waardeloze naam is. Dat is gewoon, ja, waarloos punt. Hey, dat bedoel ik. Ah, ik ben het dood. Dat ding gaat ook gewoon niet snel over, hè. Dat ding dat denkt gewoon, ik neem mijn tijd. En ik ga gewoon rustig overhalen. Ik ben benieuwd als je, wauw, echt waar, echt. Gebruiken mensen die dingen nog steeds? Van die freaking mines. Ik weet niet hoe die dingen heten, maar echt van die mines. Jongens, serieus. Oké. Okay. Oh, jij moet even stil zijn, maat. Zo, denk dat je gemute hebt, denk het niet. Nee, ik heb je niet gemute. Ah! Ik wou mute, man. Waarom moet je je portie aanzetten, man? Waarom moet je maar, ik ga 9 om 7. Ik ga echt zo super goed. Ik snap het niet. Ik snap niet waarom ik zo goed ga. En voor mij is het goed, hè, nu. Want ik ben een totaal andere Call of Duty op dit moment gewend. Dat is namelijk World War 2. Waarom? Echt, als ze dat ding nou even iets sneller laten overtrekken, dan had ik er misschien wel 3 kunnen hebben. Misschien, hè. Ik zeg misschien. Ik zeg niet dat ik er 3 had gehad, maar misschien had ik er 3 gehad. Oh man, we staan nog maar 3 kills achter. Ik snap niet waarom. Echt waar, ook een EMP-granaat. Gebruiken mensen serieus die dingen? Echt, ik ben even een paar weken weg en die mensen gebruiken die dingen. Oké, dit is gewoon ronduit belachelijk. Oh mijn god. Oh, ja, die ga ik dus niet challengen. Dag. Als ik inzoomend niet een one-shot kill kan krijgen. Oh, ik kan ook dit niet pakken. Als ik inzoomend geen one-shot kill kan krijgen van redelijk ver af. Zoals dat, hè? Zoals dat. Oké, ik heb hem wel nu. Oké. Oh. Matty. We maken wel elke keer double kills. Dus dat is best wel grappig. Had ik niet verwacht, eerlijk gezegd. Hij zit hiernaast. Oh. Niet in dat hoekje. Ik heb daar zo'n pestheuk aan, jongen. Dat denk ik. Oh, ik heb geraden waar die is. En dan zit hij er niet. Ik ben benieuwd als je rapid fire op doet. Of die dan sneller die trekker overhaalt. Of sneller die hendel overhaalt. Op de achterkant van je gun. Lekker bezig ding. Oh, oh my god. Hij had ook een hitmark aan me. Hey, we zijn ranked up, jongen. Let's go. Professional. Lekker team. Ik zei niks. Ik zei helemaal niks. Weet je dat? Hallo. Doei. Doei. Doei, Mattie. Oké. Oké, dat kan ook dus gebeuren. Ik snap er geen reet van. Oké, je kunt me ook gewoon in 3 kogels hebben. Dat mag. Ik snap de mijn kills namelijk ook niet echt. Dus ja, dan mag het. Oké, lekker bezig. Ik ga niet negatief zijn. Ik ga heel aardig zijn vandaag. Oh mijn goede genade. Wat een headshot. Hey, ik moet je eerlijk zeggen, dit ding kan nog best wel sterk. Nou ja, laat ik maar stil zijn gewoon.
pak een team. Let's go, jongen. Let's go. Lekker bezig. Perfect. Die had ik als eerst moeten hebben. We staan wel voor, jongen. Oké. We staan wel voor, wou ik zeggen. Hallo? Hallo? En dan zit hij weer pop. Ik denk wel, als je inricht dat jouw... Wauw. En er zitten opeens twee achter me. Oké. Ik denk wel, als je met dit wapen gaat richten, dat je dan zeg maar wel alle vuurpower concentreert op dat punt. Alleen, hij is niet zo sterk als de Argus, zeg maar. Laten we het daarbij houden. Argus was ook hipfire niet zo heel goed. Dit wapen ook niet heel erg. Maar als je inzoomt, dan is hij nog best wel redelijk te doen. Alleen, een stuk minder sterk dan de Argus. Want de Argus was echt niet normaal. De Argus was eigenlijk echt belachelijk als je erover nadenkt, jongen. Als je gewoon een ziek goede aim had, had je gewoon elke keer one shot. En als ik met... Wow, wat? Is hij dood? Ja, oké, nice. Oh ja, ik ben ook dood. Met de Argus, als je dan daarin zoomde, had je best wel gewoon het idee van... Als ik goed richt, dan heb ik hem. En dat heb je met de wapen niet. Ik krijg alsnog een hitmarker. Hier, hitmark. Zullen we het er even niet over hebben, jongens? Dankjewel. Ik wil even dit potje winnen. Nog 5. Oh, sorry, ik was afgeleid. Ik hoor al dingen. Utilizing Thor, zijn we zo goed? Holy shit. Oh, Onage. Ik word er allemaal dingen afgeleid. Maar we hebben gewoon 31-18. Hey. Wauw, oké. Nou, misschien moet ik iets minder gaan zeiken in de toekomst. Want ik heb gewoon dik 31-18 gespeeld. Ik vind het helemaal mooi. Ik zou zeggen... Ja, het is gewoon een moeilijke shotgun. Het is eigenlijk gewoon een Argus. Minder sterk en minder betrouwbaar. Punt. Hoppakaas. Samengevat. Boom. Mocht deze video leuker gevonden, laat even een blauw duimpje achter. Wil je meer video's met dit wapen natuurlijk zien? Laat ook even een blauw duimpje achter. En laat even achter in de reacties. En dan gaan we zeker even kijken of we nog wat meer kunnen met dit wapen. Want dit kun je ook dual wield doen, volgens mij. Heb ik het nou goed of ben ik nou in de war met Modern Warfare Remastered? Wacht, even lieve. Volgens mij ben ik in de war met Modern Warfare Remastered, of niet? Nee, dus kun je ook een keyboard doen. Dus die gaan we ook natuurlijk proberen vrij te spelen. Volgens mij is het dan echt ziek overpowered. Misschien niet, maar dat zien we dan wel weer. Dus ben je nieuw bij mijn kanaal, dus ook mijn kanaal met deze video's. Abonneer op mijn kanaal, wil ik bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week zie ik jullie weer terug bij een nieuwe content video. Later, jongens.